De minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Regilio Dotson, moet de vier concessiehouders die wederom mogen graven op Braamspun terugroepen. Dat eisen milieuactivisten die zaterdag naar Braamspun togen om protestborden te plaatsen in het gebied. De delegatie bestond onder andere uit professor Sionat Naipaal, de ambassadeur van Nederland in Suriname, vertegenwoordigers van WWF Guyana's en de voorzitter van de stichting Probios, Erland Sleur. Op Braamspunt aangekomen wees Sleur wat voor schade de zandafgravers achterlaten. Er werden onder andere kapotte schildpadeieren aangetroffen. De delegatie riep in koor dat alleen schildpadden op Braamspunt mogen graven. Ze zetten hun woorden kracht bij met de teksten op de protestborden. Sleur, die blij was met de groep die hem bijstond, benadrukt dat het ministerie om geld een natuurgebied aan het vernietigen is. Ik heb net met een van die vissers hier gesproken en gisteravond was er nog iemand van WWF hier op het strand. Die zandafgravingen vinden vlak hier plaats. Jullie mogen hem straks zelfs interviewen. Die man woont op nog geen 200 meter hier vandaan. En hij heeft me gezegd, precies tussen waar hij woont, en die zandafgravingen, dat is ongeveer op 100 meter hier vandaan, komen die zeeschildpadden leggen. En ja, dat is overduidelijk. Draait het allemaal om geld, denkt u? Want de minister heeft toch een jaar lang meegewerkt om het verbod in te voeren. Ik denk dat iedereen weet dat het om geld draait. Dat het allemaal om zakelijke belangen gaat. En dat de belangen van ons milieu totaal niet worden meegewogen meer. Wat zijn de gevolgen op lang termijn? Op lange termijn voor Suriname is het natuurlijk desastreus. We promoten ons land als een van de groenste landen, ecotouristisch en noem maar op. En dan komen hier toeristen en die zien vlak onder hun neus wordt er gegraven, terwijl er misschien 200 meter verderop zeeschildpadden willen komen leggen. De grote vraag onder de milieuactivisten was waarom minister Dotson eerst wel een jaar lang heeft meegewerkt om de zandafgravingen te verbieden en nu opeens wel toestemming verleent. Ook professor Naipaal plaatst vraagtekens achter de beslissing van de minister. Dat begrijp ik ook niet zo. Er zijn ook rapporten verschenen tussentijd die aangeven dat zandafgravingen funest is. Dat mag je niet doen. En het moet gewoon gelaten worden omdat het proces natuurlijk proces is. Want dit zand komt uiteindelijk bij Weg naar Zee terecht waar we bezig zijn ook. En dat kan allemaal een voordeel uitvallen. Want zand is een stabielere kustlijn dan modder, dan klei. Dus waarom hij dat toch gedaan heeft, dat is echt tasten in het duister. Zou er beter onderzoek moeten plaatsvinden van het ministerie van NH voordat men overgaat om ondernemers vergunningen te geven? Ik denk dat onderzoek niet zozeer, maar begrip. Men moet begrijpen hoe het proces in elkaar zit. Wat de impact zijn op een korte termijn, wat de impact is op het lang termijn en het middellang termijn. Ik denk dat begrip in feite missing is. En men het niet kan doorrekenen hoeveel dat gaat kosten als men toch doorgaat hiermee. Wat op het lang termijn de kosten zullen zijn. Want als dit weggaat binnen korte tijd, bij wijze van praten, dan is Paramaribo Noord ook onder schot van de golven. Dan is Weg naar Zee helemaal verlengd tot aan Leonsberg. Ik denk dat die soort berekening ook gemaakt moet worden. En wat de schade zullen zijn, hoeveel gaat het allemaal kosten. En dat plaatje komt dus niet. Professor Sionat Naipaal in gesprek met onze nieuwsdienst. Hij maakt ook deel uit van de delegatie die zaterdag naar Braamspunt toog om te protesteren tegen zandafgravers. Onze nieuwsdienst heeft geprobeerd om een reactie te krijgen van minister Dotson van Natuurlijke Hulpbronnen. De voorlichtingsafdeling gaf echter aan dat de bewindsman in een meeting zat. Hij heeft eerder wel gereageerd op Staarnieuws. Daar heeft Dotson aangegeven dat er na een studie en onder voorwaarden aan vier concessionarissen toestemming is verleend om zand af te graven aan de westzijde van Braamspun. We moeten ook oog hebben voor het grotere maatschappelijk belang, zegt de NH-bewindsman.